Welkom bij een gloednieuwe video van Swapgames. Mijn naam is Matthias en leuk dat jullie weer kijken. Vandaag is het weer zondag, dus dat betekent weer tutorial tijd. Vandaag een iets ander tutorial dan anders. We gaan namelijk een skin maken. Alleen niet echt maken, maar tonen hoe dat jullie dat moeten maken. Want je kunt wel hier door de skins kijken en dan op aanklikken. En dan op download klikken. Hier download. En dan kun je dat uploaden en zo. Maar ja, dat is allemaal best wel wat werk, ook om dat te downloaden en dan te doen. En dan heb je nooit echt de skin dat je echt wilt. Dus daarom kun je hier, als je naar de skin tags gaat, dat is een van de grootste websites in Minecraft. Ik zal even naar hier gaan. Van dat je. Nee, hoe zeg ik dat? Dat is een van de grootste Minecraft websites waar je skins kunt downloaden en zo. Dus ja, dat is natuurlijk leuk. Als je dan naar editor gaat, dan ziet je dit voor u. Bij deze kun je de body en de out layer aanduiden. Als je zo kunt draaien, ja. Als je zo ziet, dat gaan we nog even wegdoen. Als je zo ziet, de body is volgens mij hetgene dat van binnen zit. Ik weet niet zeker. Dit tutorial niet zo goed voorbereid. Ja, wacht, ik kan dat wel zo even doen. Dat is langs buiten, de body gaat weg. Ja, de body zit van binnen. Maar dat daarvoor. Waarom is dat zo betaald? Dus, hoe dat je het maakt, is je kunt dan dus hier zo'n kleurtje kiezen door zo te doen. Hier kies je de hoofdkleur, dat is vooral het belangrijkste. Dan kun je hier de andere kleur kiezen, met deze middelste ding. Om zo nog specifieker te doen. Zo bijvoorbeeld. Als je dan klaar bent, nadat je dit heel mooi hebt gedaan, kun je die skin downloaden en uploaden bij SkinTech zelf, dat je skin er dus komt staan als je een account hebt. En dan. Oké, mijn opname was uitgevallen, dus daarom. Omdat ik naar mijn startscherm ging, dus ik ga gewoon even verder vertellen. Dus als je naar Minecraft gaat, ik kan het niet tonen omdat anders mijn opname uitvalt. Kun je dan die skin uploaden op je Minecraft en dan kun je ermee spelen. Ook kun je dan bijvoorbeeld hier een skin kiezen en de skin editen. Dank u. En als je deze hier zo erin, zoals jullie zien. En dan kun je die. De hele skin aan het verbrodden. En dan kun je die verder maken. Allee, of aanpassen, personaliseren. Dus ja, dat is ook wel cool om te doen. Dus ja, ik hoop dat ik jullie weer iets bij heb geleerd. Deze tutorial. Het is lang geleden dat ik een tutorial heb opgenomen. Daarom kan ik ook moeilijker praten. Maar ja, het is niet zo erg. Voor één keertje. Volgende week gaat het terug allemaal beter zijn. Dus ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker ook niet te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Later!